Yo gasten, hier. leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. In deze video gaan we Brawl Stars spelen. Ik had gezegd dat ik het niet meer zou gaan spelen, maar ik had ook gezegd dat als de update een beetje leuk is, dat ik vast wel nog een keer geen kans ging geven en dat ik dan wel nog wel een keer een video ging maken. Dus hier ben ik. Ja, ik heb Brawl Stars geïnstalleerd. Ik heb het ook afgelopen week een tijdje gespeeld, maar niet meer dan een half uur per dag. Dan vond ik het wel saai worden en een half uur Brawl Stars spelen. Maar uh, ik ben er weer. Dus ik heb ook de video dat ik zei dat ik ging stoppen, heb ik al even verwijderd. Want ja, ik kan niet fucking stoppen met Brawl Stars en dan alsnog een Brawl Stars video daarna uploaden. Ik ga in deze video gewoon even zeggen wat ik van de update vind. Uh, en ja, ik heb eventjes een hoogteam gevonden met Mo en Malachi. Uh, met hun ga ik even spelen, uh, zodat jullie background gameplay hebben wat wel leuk is. Dus um, ja, ik ga wel beginnen met praten als we het eerste potje hebben. Want naar nou, de match kijken is natuurlijk ook niet zo leuk. Dus ja, ik zie jullie wel bij het eerste potje. Ja, aangekomen bij het eerste potje tegen een Sandy, een Bee en een Leon. Oké, okay, maar de reden dat ik eigenlijk weer Rossers had gedaan, is. Ik verveelde hem echt dood. Want ik werk. Uh, als jullie dat niet weten, ik werk bij de GGD. Uh, ik weet, volgens mij mag ik dat niet eens. Uh, moet niet. In ieder geval, um, dan zit ik soms. Urenlang niks te doen, omdat ik dan niet word gebeld en zo. Dus ik zat echt, ik verveelde me dood. Dus ik ging toen gewoon Brawl Stars spelen. Uh, want ja, ik had anders echt helemaal niks te doen. Um, oh, die Bee moeten we wel verkillen. Oké, okay, die Bee is bijna dood. Maar in ieder geval, dit is trouwens een easy matchup uh, in deze meta. En ja, dat was eigenlijk vooral. Ik speelde het gewoon tijdens werk. Uh, Elke keer even een paar minuten. En na een paar potjes vond ik het wel weer saai. Maar sinds de update. Vind ik het eigenlijk best wel leuk. Tenminste, er is echt niks veranderd. Er is echt niks nieuws. Alleen de meta vind ik. Ik vind het leuk om met deze meta te spelen. Dat was echt slecht. Super. Uh, maar ja, Eve is niet meer zo goed. Fang is niet meer zo goed. Gewoon de irritante brawlers. Die zijn nu niet meer echt in de meta. Het is gewoon weer een frisse meta. En dat is wel leuk. Maar je hebt nu Squeak en Surge. Die heel overpowered zijn. En die ook heel irritant zijn. Maar uh, ik vind dat nu nog niet zo heel erg irritant. Zit daar die zende? Ja, dat dacht ik al. Uh, even kijken. Wauw, we kleppen ze wel op zich. Alleen die goal komt er nog niet. Ik zal even die B hier proberen te killen. Oké, okay, dat dat lukt niet. Maar ja, in ieder geval, het is voor nu vind ik het wel leuk. Ik weet niet of ik, ja wat ik moet doen op YouTube. Want op Brawlers is het echt een game waar je geen content over kan maken op YouTube. Oké, okay, dat is een hele mooie kill voor mij. Um, ja, die scoren. Er is niet echt content over iets te maken. Het enige waar je content over kan maken zijn rang 35. Maar ik heb al rang 35 al. En ik heb ook geen zin om ze allemaal weer te gaan grinden op een ander account. Want dat, ja, dat vind ik niet leuk. Uh, rang 35 dat is, dat is wel saai, maar uh, toen, toen ik uh, nog niet alles had, vond ik het leuk om voor het doel te gaan. Alles rang 35. En toen vond ik ze wel echt leuk. Maar ja, ik heb nu alles al, rang 35. Dus ik heb niet zin om bijvoorbeeld een Shelly opnieuw te gaan pushen op een ander account. Stand trouwens voor, laat ik die bal gewoon lekker in een hoekje gooien. Uh, zo, daar zal wel iemand zitten. Oké, okay, hele mooie super van mij. Uh, we zitten een beetje te carryen trouwens. Uh, Oké. Okay. Ja, dit, dit winnen we wel. Let's go. Uh, ja, gewoon even campen met die bal. 10 seconden en dan komt het wel goed. Oké. Okay. Daar zit die Leon weer. Uh, zo, even healen. Nou, <laughs> prachtig potje. Ik heb echt uh, gecarried. In ieder geval uh, aan de rechterkant. Tegen Asta. Oké, okay, dat is de fake. Het is niet de echte, lanet. In ieder geval. Ik vind het wel leuk om af en toe te spelen. Maar ja, langer dan een uur kan ik het echt niet spelen. Ik heb het gisteren half uur gespeeld, dus toen vond ik het weer saai. Maar ja, dan speel ik het in principe wel. Dus dat is het wel. Ik speel het wel, maar na een tijdje is het wel echt saai. Dus ik weet niet wat voor video's ik kan maken en waar het überhaupt over moet gaan. Dus ik dacht, ik maak nu gewoon even een video waar ik denk een beetje speel. En dan uh, vertel over wat ik vind van de update. Dat zal ik wel in het volgende potje doen, ik ga nu even in de matchmaking wachten, want dat is saaie gameplay, dus ik zie jullie wel bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje tegen een Shelly, oké, okay, ik weet niet precies wat dit is. Dat zal niet zulke spannende gameplay zijn, oh, ik moet het niet geït worden door de Shelly. Uh, oké, okay. laten we beginnen met iets wat ik het slechtst vind aan deze update, echt het allerslechtste. De nieuwe game mode. Verschrikkelijk. Ik heb het vandaag voor het eerst gespeeld. Want ik wist dat ik deze video ging maken. Dus ik dacht, ik ga het even spelen. Ik heb ongeveer 10 games gedaan of zo. Geen enkele game uh, was echt leuk. Het, was gewoon, het is gewoon een saaie game mode. En het is heel erg. Nou ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Het is een beetje lastig. Het, het is lastig om het chill te vinden. Want je bent de hele tijd. Uh, ja, als je die bolts wil oppakken, word je gewoon gekillt door de enemies. Of je moet die robots helemaal naar je spawn lokken en ze dan killen. Maar dat is ook weer heel saai. Oké, okay, Gil, jij gaat hier dood. Nice, dat was niet eens nodig. Ik heb nul keer gehit. Maar goed, we hebben het tenminste gescoord. Die game is echt het slechtste. We moeten gewoon Siege terug. Siege is een geweldige game mode, vind ik. Um, nou ja, heel veel mensen vinden dat ook saai. Maar ik vind Siege persoonlijk wel leuk. En het is echt een OG game mode. Het zit er al in sinds 2019. En daar heb ik gewoon goede herinneringen mee met Siege. Veel rang 35 en zo. En je kon er. Hem... Oh, wat de fuck, daar zit een kill. Je kon er gewoon goed in pushen, dat was het meer. In deze mode kan je niet echt pushen. Ik vind het heel random, want in die nieuwe mode uh, stonden we bijvoorbeeld uh, 7-5-4. Uh, ik ga trickshot proberen. Oké, okay, Malachi doet dat. <laughs> Oké, okay, ja, Malachi gooide daar zijn. zijn gadget. Of uh, zijn. ja, zijn super. Waardoor ik heel snel die trickshots moest doen. Maar ja, die was mis, helaas. Maar dit potje hebben we ook gewonnen. In ieder geval, die gamemode is heel saai. Elke keer. Je staat bijvoorbeeld 7-5 voor, dat hadden we. Toen kwam ineens die Big Robot of zo. Die pakt de enemy. Alle drie die balls pakken ze. En dan winnen ze gelijk. Terwijl wij, ja, verschrikkelijk. Die game mode is heel erg RNG. En het is gewoon een slechte versie van Siege en Jam Grab gecombineerd. Ja, ik zou zeggen sc sc scrap die mode. Uh, payload, dat is ook echt een slechte game mode. Ik weet niet of die nu nog in de game zit eigenlijk. In ieder geval, die is ook doodsaai. Uh, je doet er gewoon niks. Het, het is gewoon een slechte gamemode. Waar weer easy matchmaking in zit. Dat is het vooral. Ze voegen te veel gamemodes toe. En die gamemodes zijn dan saai. Niemand speelt het. De matchmaking wordt dan easy. Wat ze van mij moeten doen. Is gewoon. Zelfs nog wat gamemodes weghalen. In 3 tegen 3. Uh, Tenminste dat ze niet allemaal tegelijk zijn. Want hoe meer gamemodes. Hoe meer verspreid de spelers zijn. En hoe makkelijker dus de matchmaking wordt. Uh, en hoe langer ook, vooral. En dat is. Ja, in Europa niet een heel groot probleem, maar als je bijvoorbeeld leeft in ah, Australië, want die servers zijn trouwens weer terug, daar is de matchmaking echt enorm lang. En dat is dan een probleem als je zoveel gamebots hebt. Maar um, het is weer te lang matchmaking, het duurt, eh, duurt hartstikke lang en het is hartstikke saai voor jullie, dus ik zie jullie wel bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje. Tegen een Eve, een Colt en een Mortis. Oké, okay, ik weet niet precies wat dit voor matchmaking is, maar ja, ik dacht ik kom even lekker hoog en dan kom ik even tegen... Mensen die met echt meta-brawlers spelen, zoals Squeak en Surge, uh, dat zijn nu echt de OP-brawlers. En ik vind dat ook wel, ik vind het leuk. Squeak is wel, ik vind Squeak een leuke brawler om te spelen. Uh, en Surge ook. En dan zijn ze nu goed en ja, dat is gewoon leuk. Het is leuker dan zo'n kutding als Eve of zo. Fang was ook heel goed en Fang was ook leuk om te spelen. Maar Fang is wel, ja, slecht geworden. Maar dat mocht ook wel, want Fang is gewoon vier maanden lang een van de beste brawlers in de game geweest. Mm. Dus dan is het ook wel lang zat. Als Search bijvoorbeeld een maand lang OP is, vind ik het ook wel lang zat. Dan moeten ze weer een andere knokker OP maken. En Search gewoon weer slechter. Um, en ja, dat doen ze dus te weinig. Ze moeten echt vaker balance changes doen. Uh, balance changes zijn dus gewoon uh, dat ze knokkers beter of slechter maken. Um, wat hebben ze nog meer? Twee nieuwe knokkers. Die nieuwe, twee nieuwe knokkers lijken me allebei leuk om te spelen. Dus dat is gewoon goed. Maar ik denk dat ze wel OP zijn. Maar ja. Um, dat is misschien goed, want dan hebben we niet te lang Search en Eve op. Maar dan. Uh, of nee, niet Search en Squeak bedoel ik. Dan vervangen die brawlers weer Search en Squeak. Dus of, ja, het is wel prima. Er is altijd een brawler die op is die nieuw is. Um, en dit potje winnen we ook. Um, dus waar ga, ik het volgende potje, of waar ga ik het volgende potje over hebben? Ja, geen idee. Ik zie je in ieder geval bij het volgende potje. Oké, okay. de in de update trouwens ook de drafts. Zoals in Power League en in Competitive. Hadden, oh wat ik werd geïnteresseerd door de bel, dat had ik niet echt door. Um, en nu door de fang. Um, maar in ieder geval, ze hebben de drafts gedaan dat je zes bands hebt. Op zich is dat wel leuk. Maar ik denk dat dat ook weer iets te veel is. Want als je competitive keek, dat was er gisteren, het is nu zondag. Um, en ja, zaterdag was er competitive van Azië en van Zuid-Amerika. En dan zijn er gewoon te veel bands. Dan zijn eigenlijk gewoon alle goede knokkers per map weg. En dan is het gewoon heel moeilijk om te kiezen welke knokkers je dan kan kiezen. Uh, morgen komt Power League weer terug. En dan gaan we echt zien hoe dat in Power League uh, in zijn werking gaat. We moeten even oppassen voor deze fang hier. Uh, oké, okay, als ik hier zit, dan kan, okay, dan kan die fang was nog killen. Uh, rip. Maar hopelijk kan Lachie dit even kleppen. Ja, oké, okay, dat doet hij goed. Uh, als hij die fang nog kan overleven, zou het helemaal perfect zijn. Uh, ja, dat komt wel goed. Oké, okay, nice. Oh, ik wou dat ding. Maar geef hem aan carry Oké, okay, dat kan ook. Maar in ieder geval, ja, dat is wel oké. Okay. We moeten even zien hoe het gaat uitspelen. Maar ik denk dat één band beter is. Of, of twee bands. Ik denk dat twee bands per team het beste is. Maar dat één echt wel... Ja, één was wel te weinig. Maar drie per team. Dus dat zijn zes in totaal. Dat is echt wel te veel. En dat is... Ja, het is wel leuk dat er dan verschillende matchups zijn. Maar uiteindelijk is dat toch wel... Nou ja, het is moeilijk om dan echt te kiezen welke knokker je kan spelen. En als jij bijvoorbeeld... Uh, een knokker wil spelen die je leuk vindt, zoals Search, Die ga je nooit kunnen spelen. Die wordt op elk potje geband. Uh, maar morgen is Power League weer terug. Dan gaan we wel echt zien hoe dat is. Maar ja. Het lijkt me niet de beste optie. Ik denk dat 4 beter was. Maar goed. Ze moeten natuurlijk ook gewoon dingen testen. En ja. Dat gebeurt alleen maar als echte spelers, zeg maar, de game spelen. En dan gaan ze zeggen wat ze willen. Uh, nadat ze het hebben getest. Oké, okay, hier kunnen we scoren. Oh. Oké, okay, hier kunnen we alsnog scoren misschien. Zo. So. Oké, okay, dat was slecht. Ehm... Um, laat ik die guy lekker afleiden. Dan kan hij scoren. Oké, okay, toch niet. Nice, alsnog. Oké, okay, ja. Nog één hit voor hem. En dan heeft hij zijn super. Dus moet even oppassen. Hmm. Oké, okay, ik wil dat ding hebben. Maar dan gaat hij me sowieso superen. Dus laat ik dat maar niet pakken. We staan toch voor. Dus we hoeven niet per se dat ding. Oké, okay, nu kan het. Oké, okay, daar zit een search. Oké. Okay, nu moeten we dit potje niet verliezen. Uh, en volgens mij is er niks nieuws verder in de update. Wat was er nou? Uh, balance changes. Die zijn echt goed. Um, ja, de Power League changes, slechte nieuwe game mode, nieuwe knokkers. En dat was het volgens mij wel. Ik denk, de update het is gewoon een standaard update eigenlijk. Met, kijk, 4, 6 dingen wat je kan kopen. Ook was die uh, Tara Skinner, maar die had ik gratis van Supercell. Um, maar ja, het lijkt er wel echt alsof Supercell heel veel geld wil verdienen met al deze dingen die je hier kan kopen. Ja, ik vind dat ze wat minder moeten doen. Ik was sinds vorige update ook zelfs gestopt met alle skins kopen. Dat deed ik eerst wel, maar ja, nu niet meer. Nu koop ik alleen degenen die ik mooi vind. Dus ja, mensen, bedankt voor het kijken en ik zie jullie later.